Met de vervanging van de verouderde transmissieapparatuur in alle mobiele zendmasten in het land wil Telesuur hogere zend- en ontvangstcapaciteiten garanderen voor gebruikers van mobiele internetverbinding. Dit is een enorme vooruitgang in het bijzonder voor verafgelegen gebieden in het binnenland van Suriname. Recent uitgevoerde snelheidstesten tonen aanzienlijke verbetering in de downloadsnelheden. Hiervoor wordt het LTE en Microwave Sites Expansion Project van Telesuur uitgevoerd, dat in de afrondende fase zit. Telesuur werkt eraan om alle gebieden in Suriname te voorzien van stabiele internetverbindingen. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij ziet toch af van het besluit om de regionale vluchten van Paramaribo naar Sport of Spain en Curaçao uit te voeren. Vanwege operationele uitdagingen moeten deze vluchten, die gepland stonden vanaf 26 maart, worden uitgesteld. Het bedrijf bekijkt nu diverse oplossingen voor de klanten. En minister Stephen McAndrew van AWJ heeft gisteren de Nationale Loonraad voor een nieuwe zittingsperiode geïnstalleerd. De Loonraad is belast met het adviseren van de ministers omtrent vaststelling van het minimumloon. Minister McAndrew riep de raad op om inderdaad breed te consulteren, zodat bij het uiteindelijk advies rekening kan worden gehouden met de diverse standpunten en de visie van de relevante actoren, waardoor er ook meer draagvlak kan ontstaan.